Vandaag rijden we in de elektrische Skoda Citigo. Zeg maar de elektrische versie van de Volkswagen Up Electric. Een nieuw model uiteraard, dus dat kun je zien aan het nieuwe dashboard. Met de nieuwe verwarmingselementen en een nieuwe indeling. Het ziet allemaal leuk en lekker luxe eruit. Leuke auto. Daar moet je ongeveer 200 kilometer ongeveer mee kunnen rijden, elektrisch, als je het zou willen. Hartstikke leuk allemaal. En wat ik eigenlijk wel heel handig vind is, je hebt gewoon als het ware een hele duidelijke grote elektromotor, analoog. En met, ik heb nog een halve lading in de accu zitten. En hier kan je zien, links kan je zien of hij ontlaat of laat, waar normaal de toerenteller zit. En hier kan je met wat knopjes, kan je nog wat dingetjes doen, instellen. Hartstikke leuk. Nou, het is wel een luxe auto. Er zit van alles op. De cruise control zit erop. Dus het hier een bekende manier met het schakeltje aan uit en de knopjes. Ik heb al wat best wel een hoop positieve reacties gezien op deze auto. Nou ben ik in de gelegenheid om er zelf eens mee aan de tand te voelen. En ik moet zeggen, het valt me inderdaad niet tegen. Hier kan je zien hoeveel elektrische afstand je nog hebt. Nog 95 kilometer. Ik heb helaas niet met een volle accu meegekregen. Jammer genoeg. Goed. Het rijdt ontzettend soepel en makkelijk. Dus wij spreken, er is veel vraag naar elektrische auto's. Dat is echt helemaal je het. Maar het waren ook vaak grote, dure auto's. Terwijl de meeste mensen eigenlijk relatief korte afstanden reden. Heel vaak in hun eentje. Ja, en om dan in een grote Tesla Model S te gaan rijden. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje raar. Dan moet ik zeggen, er is altijd ook niet spot gekoopt. Het is de duurste Citigo of de duurste Up die je kan kopen. Maar ik denk wel dat er een bepaalde meerwaarde aan zit. Want als je natuurlijk zaak in de stad rijdt, ja, dan zijn dit soort auto's gewoon onverslaanbaar. En de kofferbak is wel niet zo heel erg groot. Ik zal er wel een fotootje even in zetten. En deze auto is ook niet spot goedkoop. Die prijs zal ik er ook even inzetten. En ik zal even de precieze accuduur capaciteit ook, zal ik er ook wel even in de film erin zetten. Nou ja, nou voor de rest zit er alles wel zo'n beetje op wat je wil hebben. Er zit ook stoelverwarming op, zit erop. De nodige veiligheidssystemen, die Park Lane Capture, hoor ik hoe dat allemaal heet. Zit er allemaal op. Elektrisch stelbare spiegels. Elektrische ramen. Dus dat betreft wel vrij luxe. Dat is wel grappig. Een automaat, hè? Hier kan je nog kiezen hoe die moet genereren. Eco Plus, extra zuinig of extra gewoon. Maar daar doe je natuurlijk niet zo heel veel mee. Een gewone conventionele handrem zit erop. En hier kan je een geheugenkaartje insteken. Helaas geen USB-stick. Dat is wel weer jammer. Kijk, het voordeel van in de stad is natuurlijk, je kan met deze auto's vrij zuinig rijden. Want zodra je bij wijze van spreken weer het gas loslaat, dan genereer je energie. En je kan zelf bepalen met die knopjes in welke mate je dat doet. En dan kan je natuurlijk wel ontzettend zuinig rijden qua stroomverbruik. Hè. Dus bij wijze van spreken waar de meeste auto's 20, 50 kilowatt per 100 kilometer ongeveer gaan doen, kan deze auto in de stad er flink onder zitten, omdat hij regelmatig heel veel terugwint. Ik kan het iets zachter zetten. Dat is natuurlijk ook wel weer een nodige lading. De acceleratie is erg goed. En waar eigenlijk de benzine modelletjes toch eigenlijk wat armieterig aanvoelen. Nou voelt deze echt wel behoorlijk sportief aan. Tenminste, als je dat zou willen. En dan rem ik langzaam af. En je ziet ook dat hij als het ware netjes de stroom terugwint. Dus dat betekent ook dat de stroom ook dan teruggewonnen wordt. Die anders gewoon kwijt zou zijn. Trekken doet hij wel. Er wordt zelfs een
sportief elektromotor geluidje. En vroeger maakte ik wat grapjes over de George Jetson auto. Met het typische geluid als je dan wegtrok. Maar zo is het hier niet. Ik moet zeggen ook... wat je wel merkt, deze auto is wel vrij stug gedempt. Dat moet ik wel vanwege het hoge gewicht. Je merkt wel dat de wielen wel vrij slaan. Niet dat het super oncomfortabel is, maar je voelt het wel. Maar ja goed, dit soort auto's zijn nooit... het is geen Citroën DS of zo, als je dat bedoelt. Dat kan ook niet voor het geld, dat kan ook niet voor dit formaat. Wat ik wel een nadeeltje vind is, je kan totaal niet zien waar de neus ophoudt. Ik weet niet of hier sensoren voorin te krijgen zijn. Maar ik denk als die te krijgen zijn, zou ik die wel aanraden. Want je hebt echt geen idee waar de neus ophoudt. Natuurlijk als je auto een beetje kent, dan kan je wel een inschatting maken. Het enige wat je eigenlijk hoort is het gesuis van de wielen. Een heel klein beetje wind. Wat een beetje apart is, deze Citico die maakt uit van een drieling. Want je hebt een Seat uitvoering, je hebt een Up uitvoering van Skoda, van Volkswagen en van Seat. En afhankelijk dat je alleen de Up, die elektrische uitvoering, hebt gekregen. Toen zijn ze gestopt met de verbrandingsmotoren modellen. En toen kwam die later weer terug als elektrische auto. Toen allemaal wel en toen allemaal weer niet. En een beetje onduidelijk. En de kostprijs schijnt wat een probleem te zijn. Ze gaan niet echt heel veel aan te verdienen. Hij laat niet zien wat het echte verbruik is in kilowattuur. Dat is een soort verbruiksmeter. Dat we niet boven water kunnen krijgen. Maar ik denk wel... Als we op de juiste manier, elektrisch kunnen gaan rijden, hoeft dat niet per se een nadeel te zijn. Je hebt natuurlijk wel gedoe met die stekkers. Maar aan de andere kant, als jij natuurlijk een hele batterij zonnecellen op je dak hebt liggen en het is wat zomers licht, kan je natuurlijk een behoorlijk groot deel van je elektriciteit zelf opwekken. En dat geld hou je wel mooi in je eigen zak. Dat is ook wel een groot voordeel. Zeker als de stoneringregeling nog van kracht blijft. Tweede puntje is natuurlijk wel dat... de aanschafprijs van deze auto ligt fors hoger, ondanks alle kortingen van de overheid en subsidies. Nog flink hoger dan de reguliere benzineversies. Maar ja, aan de andere kant denk ik wel van, je houdt ook wel geld in je zak. Omdat een acculading van deze auto maar 2-3 euro kost en een volle tank benzine, ja, dat red je niet voor 2-3 euro, want dan krijg je ook een liter voor of zo. Zeker met de huidige benzineprijzen. Dus dat is gewoon je voordeel. Je betaalt hier geen wegenbelasting voor. Is ook wel heel fijn, want het gewicht ligt ook een stuk hoger van deze auto. Het tweede dingetje is, ja, bepaalde binnensteden mag je niet meer met benzineauto's komen over een tijdje. Daar zijn ze ook overal mee bezig. Dus ik heb het idee dat deze auto's best wel een toekomst hebben. En als ik gewoon kijk, gewoon rijdt normaal. Het rijdt wel heel comfortabel. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem prettiger rijden dan de benzineversie die ik wel eens eerder gereden heb. Dus... Je gaat op dat punt ga je er niet op achteruit. Goed. Ik heb een background video gemaakt. Dus zeggen, kijk die ook even als je wil. Of als je dan die nog niet gekeken hebt. Zo. Gaan we toch even een klein stukje snelweg doen. Het waait behoorlijk buiten. Voordat je nou iets meer winterhuis hoort. Het komt omdat... Kijk maar naar de bomen. Die zwiepen behoorlijk heen en weer. Het waait behoorlijk. Maar aan het stuur voel je helemaal niks. Stel mooi en rustig. Ik vind de auto erg rustig op de weg ligt. En geen trillingen, geen dingen. Hij loopt op rails. Ik vind het echt verbazingwekkend hoe stabiel hij is. Zo'n kleine, lichte, compacte auto. Nou weegt de elektrische auto natuurlijk wel flink meer dan de benzineversie. Maar hij doet het maar wel mooi. En de Volkswagen VAG dat mooi voor elkaar heeft met deze auto.
als je denk 100 rijdt, dan merk je wel dat hij iets harder gaat met zijn accu. Maar dat heeft te maken met dingen als luchtweerstand, rolweerstand. Dat soort dingen wel wat grotere rol spelen in de stad. Maar goed, je zit gewoon op de cruise control en hij dendert het gewoon door. Ik vind het inderdaad nog steeds jammer dat er inderdaad geen verbruiksmeter actueel op zit. Wat ik wel wil zeggen is, als ik de aanschafprijs neem van deze auto, kan je bij Kia natuurlijk voor dit geld ook leuk gaan winkelen. En dan koop je in principe, zeker als het ook jong gebruik mag zijn, koop je natuurlijk ook auto's voor hetzelfde geld, die ook bij wijze van spreken een groter interieur hebben en meer ruimte. Een grotere accu. En die eerste Koreaan zonder uitrusting, die moet ik nog zien dat betreft. Die zijn meestal goed in de spullen in de regel. En zijn een stuk ruimhartiger met allerlei luxe opties. Waar je bij VAG natuurlijk altijd voor moet bijbetalen. Dus ik denk wel, als je deze auto als eerste auto wil gebruiken, zou ik goed over nadenken wat je doet. En ga je gewoon voor dit, of ga je met dit geld naar Kia toe? Of ga je Hyundai, waar je gewoon ja, een volledig elektrische auto kan kopen voor ongeveer hetzelfde geld ongeveer. Mits deze auto's leverbaar zijn. Conclusie over deze auto. Een best een behoorlijke aanschafprijs. De rijkwijde is natuurlijk niet enorm. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van ja, wie geen Tesla kan betalen of nodig heeft en die alleen maar door de stad heen rijdt, hoewel je kan je best wel mee rijden op een weg. Dus wij spreken met 100 kilometer is hij echt niet luidruchtig. Hij is stiller dan een benzineuitvoering. Je hoort natuurlijk wel wat meer de bandengeluiden. Dus hangt er vanaf welke band je eronder hebt zitten. Ik denk deze auto best wel een goede toekomst heeft. Mits ze er voldoende kunnen leveren natuurlijk. En de prijzen. En ik denk dat de prijzen nog wel zullen gaan dalen. Naarmate het volume toeneemt van deze auto's. Heeft dat zijn effecten op de prijzen. En deze auto's hebben ook minder onderhoud nodig. Het is niet dat ze geen onderhoud nodig hebben, maar ze hebben wel onderhoud nodig. Want je hebt nog steeds je slijtage aan je banden, het onderstel, de elektronica waar je naar moet kijken. Het filter van het interieur. Het remsysteem. Er zitten nog wel gewoon schijven voor een trommelrem achter met leidingen en zo. De remvloeistof moet vervangen worden. Dus dat onderhoud hou je natuurlijk wel gewoon. Dus wij spreken. Ik vind het een leuke auto. Rijdt goed. Verrassend goed. En ik denk als jij bij spreken niet hier met een gezin en een heleboel spullen in gezet, heb je hier gewoon een goede auto. Die gewoon leuk rijdt. Ik moet eerlijk zeggen, hij loopt als een zonnetje. Je voelt niks, je hoort niks. Je merkt een heel klein beetje ruis van de wielen. Bedankt voor het kijken maar weer. En tot ziens.